We zijn er! Hier is een nieuwe aquarium. Ah, het is zo mooi hier! Kijk daar, een zeeschildpad. Die is enorm! Oh, zo één hebben wij ook gezien tijdens de vakantie. Die is bijna groter dan jou, Anna. Nu gaat ze naar boven. Moet ze op adem komen? Ja, schildpadden zijn reptielen en hebben een longademhaling. Dus daarom moeten ze altijd opnieuw ademhalen. In deze waterbakken zijn zeesterren en schelpen. Ik denk dat je mag aanraken. Echt? Ik wil het niet. Ik wil wel weten hoe een zeester aanvoelt. Ah, leuk. In deze bakken zijn krabben. Mag je ze aanraken? Natuurlijk niet. Ze knijpen. Als het niet is toegestaan, dan zouden ze hier niet staan. Ah, ah, de krab kneep me. Misschien was het geen goed idee. Hier zijn zeepaadjes. Oh, wat mooi. Ik hou van zeepaadjes. Ik ook. Kijk eens wat daar gebeurt. Wij krijgen 2 hamerhaaien. Wow! Daarin zit een babyhaai. Ja, dat klopt. Oké, alles is goed. Nu naar beneden. We zijn erg enthousiast en hopen dat de hamerhaaien bij ons op hun gemak voelen. Oké, langzaam kantelen. Ah, mooi. De haai ziet er gevaarlijk uit. Maar de kleine is schattig. Geweldig, alles ging goed. Ja, ik zal ze nu een beetje laten wennen en ze later nog voeden. Ja, dat is goed. Wat eten hamerhaaien eigenlijk? Ze eten onder andere vissen en zijn dol op roggen, vooral pijlstaartroggen. Hoe ziet een pijlstaartrogge uit? Daar in de waterbakken zijn roggen. Loop met mij mee, ik zal het je laten zien. Is de grote zwarte een pijlstaartrog? Hij heeft zo'n lange angel. Nee, dat is geen angel. Dat is een mantarog. Mantaroggen kunnen 5 tot 9 meter lang worden. En ze eten alleen kleine vissen en plankton. De 2 blauw gevlekte daar beneden zijn pijlstaartroggen. Ze zijn vaak op de bodem van de zee en eten mosselen, krabben, zeesterren en zeeegels. De gifangel zit achterin. Je kunt het hier zien. De angel is ook gevaarlijk voor de mens. Oh! Ik moet nu naar de octopus om hun voeding voor te bereiden. Misschien zien wij elkaar nog wel later. Ja, oké. Doei! Oh, mooi! Koraalvissen. Ze zijn zo kleurrijk. Ja, kijk daar. Je kunt eronder staan. Wat voor vis is dat? Een zwartvis. Hij kan wel tot 100 km per uur zwemmen. Wow! Daar is een duiker. Wat doet hij daar? Hij moet de ramen schoonmaken. Is dat niet gevaarlijk? Nou, dat moet ook gebeuren. Nu zijn we bij de octopussen. De grote komt hierheen. Daar zit nog een kleine rode octopus. Hij kan ook van kleur veranderen. Wist je dat? Ja, dat weet ik. Moet eens luisteren. Hier kan je interessante dingen over octopus leren. Octopussen hebben geen skelet. Dus ze kunnen ook door nauwe openingen glippen. Ze voelen zich namelijk met krabben en slakken. Nu wil ik luisteren. Octopussen zijn erg nieuwsgierig en leergierig. Kunnen we oma hiermee bellen? Dat is geen echte telefoon. Jammer! Ik zou graag oma willen bellen. Daar zijn ze de octopussen aan het voeden.
Oh, hopelijk komen we niet te laat. Kom, snel! In mijn emmer heb ik wat lekkers voor onze octopussen. Ik zal ze hierheen lokken, maar wanneer ze mij zien, weten ze meestal wat er aan de hand is. Onze octopussen zijn geen gevaarlijke soorten, maar ze zijn erg nieuwsgierig. Daar komt de eerste. Dat is Willy. Kom Willy, er is eten. Kom maar naar voren, dan kun je het beter zien. Ja, dank u. De rode komt ook. Je kunt hier een mossel eruit halen en het in het water gooien. Oh ja, kom maar. Oh, wat is dat? Ah, help! Alsjeblieft, hou het weg. Maak je geen zorgen, hij zal je geen pijn doen. Zo Willy, hup, er weer in. Bedankt, ik ben enorm geschrokken. Mijn hemel, het spijt me. Nu hebben we hier alles gezien. Wat jammer! Maar gaan we nog een keertje naar het aquarium? Ja, maar ik sla de voeding van de octopus over. Lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!